Daar lig je dan voor de laatste keer in bed mee. Gezellige mensen. Ach, ja, het was gisteren gezellig, mijn confetti inderdaad. Ja, voor de laatste keer lig ik in het bed mee, Prins Royaal. En met wie heb ik hier te maken? Narian. Met wie? Narian. Narian, kijk, is wat fijn. Ja, en vanaf morgen lig ik gewoon lekker weer alleen in mijn bed. Ik ga wel even de hoeslakens verschonen, want gewoon een kussentje is misschien wel heel erg fris. Zeg, wij kennen elkaar nog niet helemaal, dus ik dacht, we kunnen elkaar niet beter leren kennen dan lekker in bed. Ik heb wat leuke vragen voor jullie, eerlijk antwoord geven en we gaan gewoon beginnen. Eens even kijken, wat is het grappigste herinnering van een dronk moment van jou? Dat je echt dronken was, denk van, ach. Oh, dat is lang geleden. Nee, dat, nee, dat geleden. Geloof ik niet. Dat geloof was eigenlijk gewoon gisteren nog. Maar nee, ja, dat ik dronken was. Een grappig moment. Ja, dat verhaalde me wel wat eigenlijk, hè. Het gekste wat je gedaan toen je dronken was. Oh ja, dan moet hij, als je dronken bent, dan vergeet je heel veel. Dus moet dan haar vragen wat mijn gekste dronken moment was natuurlijk. Karaoke. Karaoke, hè? Wat zing dan met karaoke? Liever te dik in de kist of zo. Hè? Dat kan allemaal best wel. Dan wil ik wel even een stuk scoren, toch? Ja, dat kan goed, toch? Nou, zing maar een stukje. Minder dan nou? Ja. Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Ja, dat is meer dan zat. Ja. Dankjewel. Ah, ja, heel goed. Aan jou de vraag. Wat is jouw favoriete carnavalsbladje? Van Vroukes, van Vulgeren. Nou. Vrouwkes van Snollebolleken. Snollebolleken. Bijna goed. Prins Royaal heb ik net moeten zingen, dus dat vind ik wel leuk dat ik ook even een stukje zing. Nee, dat ken ik helemaal niet. Ah, dat maakt niet uit, het is tv, niemand die het hoort. Van Vrouwkes, tu. Moet wel meedoen, hè? En dan sta ik alleen. Ja, maar jij doet het hartstikke goed. Oh ja, tuurlijk, hè? Hartstikke goed. Hey, wat is de vreemdste plaats waar je ooit wakker bent geworden? Dan moet ik toch bekennen dat dat ooit was in de kerststal, op de markt. In de kerststal? Ja, in de kerststal. Daar werd ik wakker op de kerststal. Daar heb ik iets te diep in het glaasje gekeken. Dus ga je waar toen werd ik wakker en toen dacht ik dat ik in de zevende hemel was, want heilige maat Maria was mij aan het aankijken. Dus ga je daar gewoon eigenlijk het kinderke. Ik ben eigenlijk gewoon het kinderke van Jezus. Ja, zo kinderen dat wel zien eigenlijk. Nou, ja. En voor jou? Waar ben jij ooit de gekste plek waar je ooit wakker ben geworden? Op de bank, denk ik. Is dat het gekste? Ja, volgens mij wel. Ja, ik ben erg saai eigenlijk. Ergste? Jij zegt het. Hey, als de politie ooit je huis zou doorzoeken, wat hoop je wat ze niet vinden? Ik hoop dat ze gewoon van mijn bier afblijven. Dat zou echt wel heel fijn zijn. En voor jou? Nou, ik heb een eigen shotje gemaakt. Dus daar moeten ze wel vanaf blijven. Daar moeten ze vanaf blijven. Ja. Dan mogen ze niet... Hey, wat is het beste middel van een kater voor jullie? Ik denk dat helpt bij mij echt hartstikke goed. Gewoon door blijven zuipen. Gewoon door blijven zuipen. Uitsmijter. Uitsmijterke? Ja. Hamkaas? Ja. Wit, bruinbrood? Wit. Sausje erbij? Nee. Drankje erbij? Ja. Wat voor drankje? Schobbeleer. Schobbeleer? Dat is goed voor de keel, hè? Precies. Goed, ik weet gewoon genoeg. We gaan aan tafel. Yes. Welkom bij het lesterblok van Ben de Wakker. We zijn inmiddels wakker. Bij jou weet ik het nog niet helemaal. Ik ben nog wakker, hoor. Je bent nog wakker? Ik ben nog wel, hè? Nog wel. Goed, je bent volgend jaar in het programma Ben de Nog Wel Wakker. Nog wel. Hey, Prins Royaal, leuk dat je er bent bij het laatste blok van Ben de Wakker. Hoe gaat de carnaval momenteel in het Pottenscheitersland? Het loopt allemaal wel anders dan verwacht. Ja, vertel. Maar we hebben zaterdag onze eigen optocht gehad. Maar in de andere twee kernen hebben ze helaas moeten besluiten om de optocht af te gelasten. Ja, voor jullie was het ook wel spannend, denk ik. Hè? Voor ons was het spannend. Gelukkig hebben we kunnen rijden. Mag ik vandaag... iets verder naar me toe doen? Ja, goed zo. Gelukkig hebben ze besloten om vandaag gezamenlijk te gaan rijden. Ja. We gaan gewoon aansluiten. Want het is gewoon de eerste keer dat die gezamenlijke optocht plaatsvindt, hè? Ja, de eerste keer. Ja, is iets heel unieks. En wij gaan gewoon aansluiten. We gaan gewoon lekker met z'n drieën rijden. Ja. Hey, waar begint dan een optocht? Want bijvoorbeeld Stijlo-Rijk, daar begint hij het ene jaar van Leur naar Etten. En dan van Etten naar Leur. Waar gaat die bij jullie nou dit jaar beginnen? Ze hebben besloten om hem vandaag in Raamsdonk in een heikaan te gaan rijden. Ja? Ja. En hij gaat gewoon door de straten van de heikaan rijden. En dan vervolgens de andere festiviteiten. Dus de lampionoptocht en de potverbranding. Die gaan we het Herenplein doen. Ja. Dus dan niet in Geertruinenberg of een Pottenscheiterslaan. Maar wij hebben zaterdag onze eigen optocht al gehad. Dus wij hebben ons feestje al wel gehad. Ja, hoe was die optocht? Ja, hartstikke leuk. Tot nu toe hebben we de grootste optocht van de gemeente gehad. Is dat een beetje strijd zo onder elkaar? Dat je denkt van, oh, wij hebben de grootste? Nee, weet je, zeker na dit jaar is toch wel gebleken dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En elkaar toch wel van alles en nog wat gunnen. Ja. Dus dat komt toch ook zeker wel goed. Hey, je hebt al tafelgasten meegenomen. Ik dacht, laten we met elkaar even voorstellen. Stel wij eens even voor.
Ja, ik ben Narian, ik ben de nacht. Ja, Narian. Wel leuk, een keer een vrouwelijke nacht. Dat zit er niet zo vaak, hè? Nee, dat zit er niet zo vaak. Ze ziet er mooi kleurrijk uit. Dat vind ik ook mooi. Ja, Prins Royal moet ook een beetje royaal. Ja, ja, lekker in de krul, lekker in de krul. Heb je dat zelf in elkaar gekruld en gedaan? Ja. Oh, hey, wat is nou jouw functie als nacht? Om te zeggen, wat moet je allemaal doen in het Pottenscheidersland? Ik hou ze allemaal aan de gang. En lukt dat een beetje? Ja, ga goed. Luisteren ze allemaal? Ja. Ik zie de politie nee knikken, mag de microfoon even naar de niet allemaal, er zitten wel eigenwijze bij, maar... Ja, want jij bent dus de politie van het Pottenscheidersland. Ik ben de bierregelaar. Ben je de bierregelaar? Dat is een hele belangrijke functie. Ja. Dus rij je onder invloed? Rijden onder invloed? Nee, natuurlijk niet. Ja, met de wagen misschien wel. Met de wagen. Hey, buiten het bier regelen, wat is echt jouw functie binnen de Pottenscheiders? Nou, die twee mensen zijn heel druk bezet. Ja. En zodra die even wegvallen, dan neem ik het over. En dat ze dan een beetje in het gereel blijven. En dat is eigenlijk een beetje mijn functie. Ja, dat is toch wel een belangrijke taak, denk ik. Ja, het is wel belangrijk. Zijn ze een beetje in het gereel te houden? Ja, dat is wel te doen, hoor. Ja. Hey, Prins Royaal, voor de hoeveelste keer ben je naar Prins van de Pottenscheidersland? Ik ben het deze jaar voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Hoe was het eerste jaar bevallen? Ja, goed. Het mooie is, als je 3 jaar doet, het eerste jaar, dan verwacht je niet wat er gaat komen. Het tweede jaar, dan weet je wat er gaat komen. En van het derde jaar kan je echt gaan genieten. Hey, en hoe lang mag er dan prins zijn in het Pottenscheidersland? Ik weet dat bij heel veel protocollen maar 3 jaar en dan moet je afstand doen. Ja. Hoe lang mag het bij jullie? Ja, nou ja, goed. Ik heb getekend voor 3 jaar en daarna dan gaan we het wel weer verder zien. We gaan wel eens bekijken wat we dan gaan doen. Ja. En Gert, ook je vrouw in de uitzending ten huwelijk gevraagd. Ja, dat is vorig jaar is dat gebeurd. Ja, ben je inmiddels al getrouwd? Nee, dat is nog niet gebeurd. Wij hebben het een beetje druk gehad eigenlijk. Ja. Maar dat komt allemaal wel goed. Het is nou gewoon nog voorlopig even mijn aanstaande. Dat klinkt ook leuk, toch? Ja, dat klinkt wel leuk. Maar ik vind het moet allemaal wel gaan gebeuren, toch? Ja, nou misschien doen we morgen wel een boerenbruiloft tussen. Een boerenbruiloft. Ja. Of volgend jaar hier in de studio trouwen. Ook gezellig. Oh ja, nou, dan doen we dat. Ja, kunnen we daar regelen? Ja, dat kunnen we regelen. Volgend jaar mag jij best niet trouwen, hoor. Ja, maar dan wel voor het echtje, hè? Dan voor het echtje. En dan regelen we alles. Gaat nou de hand erop. Volgend jaar gaat jij thuis ruzie. Dan moeten we volgend jaar van Ad Romein weer even bellen, want die mag mensen officieel trouwen. Nou. Dus volgend jaar hebben we een bruiloft in de studio van Barry Televisie. Ja. Kijk eens aan. Oh, leuk. Ja, dan ben ik blij dat Evian het ook weet. Dan hoef ik niet te wachten op de uitnodiging, want dan ben ik er vanzelf al gelijk bij. Ja, gezellig bij. Hey, jij heet Prins Royaal. Ja. Waar komt die naam vandaan, Prins Royaal? Waar komt die naam vandaan? Ja, dat is een goeie. Nou ja, dat zal ik jou vertellen. Ooit woog ik zo'n 80 kilo meer. Toen was ik vrij redelijk royaal. Maar dit is nou. Ja. Maar ja, nou ben ik niet meer zo royaal, maar ik ben nog steeds royaal. Ja, je komt wel royaal over. Ja, toch? Ja. Ja, even terug over dat trouwen. Hè. Hoe moet dat feestje dan eruit zien? Want zullen wij dan de weddingplanners worden? Dat lijkt me wel leuk. En dan vragen we aan Esther, want Esther weet natuurlijk veel van dingen. Kleden wij de prins aan? Ja. En dan kan Esther de bruidegom, of de bruid heet dat trouwens. Bruid. Ja, ik ben er nog niet in thuis, joh. Ik heb 2,5 jaar een relatie, ik heb nog geen trouwplannen. Ik ben wordt misschien ook eens tijd, Mitch, voor jou. Wordt misschien ook eens tijd. We hadden het over de prins, niet over mij, hè? Dus volgend jaar gaat het trouwen bij Barrenie TV. Ja. Vind jij vrouw dat goed? Ja, dat weet ik nog niet. Daar gaan we thuis nog even overleggen. Maar misschien als jij even langskomt, dan kennen we handje erop en dan nou is het gewoon door, hè? Hey, wie heb jij meegenomen? Je hebt ook een speciale gast naast u. Ja, dat is mijn adjudant. Vertel even, stel even eigen voor. Nou ja, ik ben Erik en ik ben de adjudant van Pottenscheidersland of van Prins Royaal. Ja. En ik heb het overgenomen van Patrick Kant, die het 11 jaar gedaan heeft. En mijn carnavalspensioen is, als het ware nu. En ik ben nu de rechterhand van de prins en ik neem alles over. Nou ja, we hebben dit carnaval inderdaad een gotische carnaval gehad. Dus blij dat Peter inderdaad dan die functie op zich neemt. Om even de rest van de raad in het gareel te houden, zoals we zeggen. En wat ook heel belangrijk is, is dat ook de flexibiliteit van de raad op dit moment. Ja. Natuurlijk met dat we heel het programma om moeten gooien vanuit de KOR en de SRK. Ja, dat lijkt me dan best moeilijk, want je moet eigenlijk, als een optocht bijvoorbeeld, het gaat niet door, het moet gewisseld worden, heel je programma wordt gelijk anders. Ja maar wij vonden het belangrijk om de optocht in de Nijkant, de KOR en de SRK gewoon te ondersteunen hierin. Ja. En natuurlijk ook Prins Laurentius en Prins Pluimke de Blusser en hun gevolg natuurlijk. Het is heel belangrijk dat wij hun gingen ondersteunen. Ja, en dan moet alles om. Daarom zijn we hier met z'n vieren. We vonden wel dat we dit moesten doen. Mm-hmm. We zijn ook heel blij dat we hier zijn. Maar we moeten dadelijk wel weer... Weer doen natuurlijk. Om het in termen van de raad van Raamsdonk te zeggen... als de brandweer weer weg, om daar op tijd te kunnen zijn. Nou, ik ben wel heel blij dat jullie sowieso komen naar de studio van Barony TV. Robin de Meijer, zegt dat iets jou? Ja, die zegt mij wel iets. Ja, je krijgt de groetjes van hem. Hij zegt, je moet de groetjes doen. Daar heb ik mee op school gezeten. Op school gezeten, ja. Ik wou het vragen. Je haalt de woorden uit mijn mond.
Ah. Hey, nu we het toch over die bruiloft hebben. Wordt dat een getuige van je? Of moet je er wel lang over nadenken wie je getuige wordt? Ja, normaal vragen dat er iemand mee volle verstand voor. Maar we kunnen erover nadenken natuurlijk. Oh. Nee, ja, tuurlijk mag die mijn getuige zijn. Dat lijkt me hartstikke geweldig. Nou, dat staat ook gelijk weer op beeld. Nou, daar kun je ook niet meer op terug. Hey, hoe was de carnaval de afgelopen periode in het Pottenscheidersland? Wat hebben jullie allemaal gedaan aan activiteiten? Och, ja, het begint natuurlijk al veel eerder dan afgelopen vrijdag. Ja, elfde van de elfde, dan begint eigenlijk bij iedereen wel het seizoen, denk ik. Hè? Dan begint het, hè, dan beginnen wij met ons kwerkgala, dus onze liedjesverkiezing. Dan wordt de prins wordt bekend. Hoeveel liedjes deden mee bij de liedjesverkiezing? Och, hoeveel liedjes deed je ermee? 6, 7? Ja. Nee. 11, als het goed is. 11, ja, zoiets. Zoveel deelnemers. En dat is hartstikke leuk. En dan meestal wordt dan ook de prins bekendgemaakt als er een nieuwe prins komt. Ja. Maar dit jaar kwam ik gewoon weer een doos uit. Dus, ja, jij komt in een doos, komt erop en dan... Nee, helemaal niet. Nee, nee, goed, ik was er toevallig. Ik was er toevallig. En daarna hebben we natuurlijk nog tal van andere activiteiten. Met ons het leute teutenballen, Geert Ruinenberg. Met... voor de mensen met de beperking en de ouderen. Ja. Ja, het zaulen zit er natuurlijk nog tussen. Ja, eigenlijk zijn we voor de carnaval al druk meer bezig. Ja. Nou, we hoorden net van het Kielergat en van het Lessen Ogenblik. Die hebben gewoon 250 afspraken vanaf de 11e van de 11e. Hoe zit dat bij jullie? Nou, dat is bij ons wel iets minder. Maar voordat de carnaval begint hebben wij al wel meer dan de helft erop zitten, zeg maar. Zo, hé. Hey. Ja. Want een organisatie zit dan ook weer achter, hè? Ja. Hey, ja, en voor Narinneke, zo was het er, hè? Narian, inderdaad. Jij moet me soms even gewoon helpen, hoor. Voor mij ook het eerste jaar. Hoe lang ben jij al nog bij de Pottenscheiders? Net zo lang als Prins Royal. Dus. Net zo lang, 2 jaar. En hoe ben je daarbij gekomen dan? Moet ik ga de zet even de microfoon dichtbij. Ik wil Narinneke wel even horen. Ik ben gevraagd. Gevraagd? Ja. Gevraagd. En hoe wordt er dan gevraagd van... Want ik denk dat je echt de naam Marianne Zanden. Ja, 1-1 is 2 natuurlijk. Maar hoe wordt er daarvoor gevraagd in het Pottenscheidersland? Er wordt door de prins gevraagd. Ja, dus royaal gaat naar hem toe gevraagd. Ja, toe en dan drinken wij een bakje koffie. Ja. Op de knie met een ring? Nee, dat doen we niet bij iedereen. Hè? Oh, dus, nee, ik dacht misschien, het kan zo kunnen. Ja, nee. Nee, maar dan gaan we naartoe en dan drinken ze een bakje koffie. Ja. En dan zeiden van, nou, ik denk dat jij een geschikte naam voor mij zou zijn. En je moest alleen ja of ja zeggen of was er ook nog een nee-keuze? Nee. Nou, eigenlijk niet. Het was gewoon... Ja, gewoon leuk. Precies. Maar dat lijkt me dan wel een eer dat ze je daarvoor vragen. Is ook. Ik heb het ook nog nooit gedaan, dus het is maar ook de eerste keer. En, ja. Maar jij bent altijd wel betrokken bij de Pottenscheiders dan? Of mag dat ook iemand buiten de vereniging nou, zijn? Nou, ik zal jou iets vertellen. Dat is eigenlijk wel als grote geheim. Oh, het grote geheim. Ze komen helemaal niet uit Pottenscheiderslaan. Helemaal niet? Weet je waar ik naartoe ben moeten rijden om te vragen met een bakje koffie waar het vandaan komt? Het Kielergat. Dus jij bent eigenlijk wel een Kielergatter. Het is eigenlijk een beetje import Pottenscheiders, zeg maar. Ja, precies. Maar het is wel een eer dat ze vanuit Pottenscheidersland naar het Kielen gaat komen om jou te vragen. Dat dacht ik ook, ja. Oh, hey. Hey, we hebben dit jaar veel jullie gevraagd, aan alle prinsen eigenlijk, om een bepaalde zotte reden te schrijven. Zullen we gewoon eens even... Hebben jullie een zotte reden? Ja, dat hebben wij zeker. We gaan de zotte reden van de Pottenscheiders. Zo, de politie die geeft even het papiertje. Prins Royaal, camera 3 is voor jou. Het is tijd voor jouw zotte reden voor het Pottenscheidersland. Carnavalsvierders, kijkers thuis, iedereen in de studio en uiteraard Pottenscheiders en Pottenscheiterinnen. Deze jaar hadden wij als motto, je zou het maar meemaken. Wat natuurlijk staat voor ongelofelijke dingen, nieuwe dingen en bovenal het carnaval bij ons in de Pottenscheiderslaand. Je zou het maar meemaken. Veel wind... En vies weer. Helaas hadden wij dat de afgelopen dagen mogen ervaren. En doordat wij vanmiddag zo ongeveer met de gehele raad en aanhang naar chili con carne gaan eten, hebben wij vanavond ook vast nog wel last van een flinke harde wind. Je zou het maar meemaken dat dit nieuwe bestuur dit jaar er weer alles aan heeft gedaan om een topcarnaval neer te zetten waar de prins, de raad en Pottenscheidersland trots op kunnen zijn. Je zou het maar meemaken dat carnaval in Pottenscheiterslaan qua drukte wel beter kan. Maar qua sfeer en beleving van de Pottenscheiters die overal aanwezig zijn, een energie en feest loskomt waar wij de rest van het jaar nog op kunnen teren. Je zou het maar meemaken. Verbroedering in de drie kernen waar wij straks het Vaantelaand en de Heikaant gaan ondersteunen tijdens een optocht in de Heikaant. Wat een absolute eer is om aan mee te mogen rijden en respect en bewondering... Voor het schakelen van alle verenigingen, stichtingen en commissies. Je zou het maar meemaken de grootste pottenscheiter te krijgen.
Dit jaar voor ons Janine Gozes, die zich al jaren keihard heeft ingezet voor het carnaval, de jeugdcarnaval en het bestuur. Zij zegt altijd, de jeugd heeft de toekomst. En dat vinden wij ook. Je zou het maar meemaken. Een schitterende optocht. Een druk bezochte topsfeer tijdens de prijsuitreiking. 5 dagen lang een en al gezelligheid in onze stad. Carnaval in Potterscheiterslaand. Je zou het eens mee moeten komen maken. Wauw. Mooi. Complimenten. Dat is een mooie. En je zegt net, die Potterscheiter, dat is een bepaalde prijs voor iemand die iets voor de vereniging doet dan. Ja, die voor het carnaval in Potterscheiterslaand veel betekent. Die reiken wij ieder jaar uit. Ja. Dat is een eer om daar tussen te mogen staan. Ja, dat is prachtig. Ja. Hey, mooi. Wat leuk is, eigenlijk zou het Zwijgat tegenover jullie zitten. Maar die hebben dus vandaag samen met Stijlorijken de grote optocht. Nu dachten wij eens, want we hebben al die prins natuurlijk wel iets mee laten nemen. Wij hebben ook iets voor jullie. En wij gaan met jullie het uitwisselingsproject doen. Jullie hebben de koffer voor ons. Wij hebben iets voor jullie. Als jullie volgend jaar terugkomen, dan zien we graag dat object weer terug. Afgesproken? We gaan naar, wat zit er in de koffer? Tijd voor, wat zit er in de koffer? Wie wil er beginnen? Zullen we met de Potterscheiter afspreken als jullie als eerst gaan? Ja. Moet ik, ja, ook al geit hem vast. Ook nee. Begint er maar mee. Ja. Maar. Ja. Oh, nou dat kan ook. Oh. Kees, daar komt de koffer aan. Kijk. Het ritje wordt opengedrongen. Hopelijk zit hij goed vol, hè? Mits. Ja, ik hoop het ook. Zit hij goed vol, dat we veel... Zeg, kom er eens even bij. Hè? Wat, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Daar hebben wij. Ah, kijk. Deze beker die moeten bij ons in de raaf moeten die om hebben. Want dat betekent, als je om hebt, dan komt er iemand langs met een grote fles met een Tilburgs kruidenbittertje. Ja. Dan gaat het hierin en dan kan je lekker drinken. Dus die moeten, als je bij ons bent en carnaval kunt vieren, altijd meenemen. Ik zal die volgend jaar 5 dagen lang om mijn nek hangen. Ja, ik zou het zeker doen. Dan hebben we hier... Hij heeft onze eigenaar zelf gebrouwen. Een fruitig drankje, paracetamol moeten zelf meenemen. Maar dan ben je weer fris en fruitig. Is hij sterk? Nee, vooral nee. 35%. Ja, 35% hoor ik hier. Nee, en als je dan gaat shotten, dan doe je dan natuurlijk gewoon lekker in een wc-potje. Ik ga er gewoon in en voor jou inschenken. Ja, schenk er maar in. En voor jou ook. Ik moet trouwens eigenlijk nog rijden, maar goed, dat maakt niet uit. We moeten nog rijden. Kijk eens. Hopelijk is hij niet te sterk, hè? Want we moeten nog heel de dag op pad. Hè? Ik zal hem niet volgen. Nee, ik ben benieuwd. God, jee. Dit is wel waar. Hij zit gewoon zo laag in. Nou, lekker. Ik ben benieuwd. Oh, het ruikt wel lekker fruitig. Ja, het is ook fruitig. Maar wat zit erin? Dat gaan we niet verraaien natuurlijk. Dat is een geheim recept. Ja, nee, is geheim recept. Dat gaan we niet verraaien. Zullen we proeven? Zal ik het even proeven? Het is een beetje zoet. Oh, zo. Wel lekker, hoor. Sterk. Dit was de laatste aflevering. Ja? Ja. Ik vind hem, ik was mijn stem kwijt, maar die is gelijk weer terug. Maar wij moeten die fles dus wel bewaren voor volgend jaar. Ja. Hè? Dus wij mogen eigenlijk niks meer eruit drinken. Wij mogen er niks meer uit drinken. Nee, ik spreek met jullie hem af dat jullie hem gewoon leeg drinken. En dan komt hij gewoon straks weer vol terug. En dan hebben jullie weer een andere drank. En waarmee moeten we mee vullen? En ja, dan mogen jullie zelf uit. Oké, okay, nee, dat vind ik wel leuk. Ja, ja, ja. Hey, wij hebben ook iets voor jullie, want ja, het Zwijgat zou eigenlijk tegenover jullie zitten. Dus wij hebben altijd een, bij Barney TV een mooi decoratiestukje. Dus als jullie nou het Zwijgat mee naar huis nemen. Kijk eens. Ja, nou, en dat we dan afspreken als jullie volgend jaar terugkomen, dat het Zwijgat weer mee terugkomt. Dat lijkt me hartstikke goed. Nou, Peter, jij mag hem overhandigen vanuit ons. Okay, dit is Peter trouwens. Nou, dankjewel, Peter. En zorg er goed. Ons floor management. Nou, Peter. Daar staan we dan. Dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Nou, hè. Dit is onze Peter, is altijd leuk. Ja. Het uitwisselingsproject ga ik wel eerst jou meegeven, maar we kunnen je vandaag niet meer missen. Nee, toch niet. Ja, moet je nog de groetjes doen aan je vrouw? Ja, de groetjes thuis. Zorg goed voor de kinderen. Dankjewel. Hé, Peter. Neem gelijk even de koffer mee. Even de koffer mee. Doe maar in die kist dat we hem niet kwijtraken. Anders staan we volgend jaar een beetje... Gaan we doen. Helemaal goed. Nou, het Zwijgat gaat met jullie mee. Wij gaan de koffer meenemen. Volgend jaar is die fles leeg en dan doen we er iets anders in. Ja. Zo. Ik blijf het proeven. Jij hebt ook een hele grote slok genomen van ja, ik heb hem in één keer helemaal leeg gehad. Moest je daaraan nippen? Nee. Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Ik dacht gewoon een slok schoppen, gewoon achterover, weet je wel. Het brandt ook wel achter in mijn keel. Wat is dat van brouwsel? Je hebt er altijd van die hebbers bij, hè? Ik zal het maar als compliment opvatten. Ja, dat was het ook. Hey, ik wens jullie heel veel succes wensen vanmiddag bij jullie optocht. Een hele speciale optocht, wat je zelf zei. Ja, ja. En ik zie jullie graag volgend jaar terug bij Ben de Wakker. Maak er nog een mooie laatste dag van. En dat bord Zwijgat zien we volgend jaar weer terug.
Dat helemaal goed komt. Heel goed. Dankjewel Prins Royaal, dankjewel de pottenschijters. En thuis, je kunt even mee blijven twitteren, Instagram, Facebook. Je vindt ons allemaal via hashtag BaronieTV. Straks zie je hoe heet het ook alweer? Barnevalslied compilatie. En daarna krijgen we natuurlijk weer Tommy en Tante Nel met Wat een huishouden. Vanavond nog het Zotte Zankot en natuurlijk de Barnevalsliedverkiezing finale. En natuurlijk de grote finale show hier op Baronie TV. Bedankt voor het kijken. Volgend jaar zijn we er weer. Houdoe! Houdoe!